Brenda, wat is er nou gebeurd met alle bomen en die ik in één keer in de stapel zag en nu niet meer? Ja, die zijn allemaal de grond ingegaan, zoals u ziet. En ik heb alleen maar een beetje gekeken, maar hier staat een heel team van de gemeente Den Helder. En die hebben de kinderen die we net gezien hebben op de filmpjes fantastisch begeleid om alle struiken op de juiste manier de grond in te krijgen. En is dat maar goed gebeurd? Nou, volgens mij wel, maar dat kunnen zij beter zeggen. Is het goed gebeurd? Ja, super. Ja, top. Dus dat waren de kinderen van de Schotenduinen, Vlieberg en de Dijk. En jaarlijks komen scholen helpen bij de gemeentelijke boomfeestdag. Wat deed de wethouder nou? Ja, de wethouder die heeft even goed toezicht gehouden of het goed kwam. En ik zag hem net ook bij deze weer- en windomstandigheden op de ladder staan. En een van de vogelhuisjes ook ophangen. Nou, nog extra dank voor het initiatief van de buurtbewoonster, mevrouw Geri Pos. En zeg ik dat goed? Ja, en zij heeft dit alles in gang gezet. Dus mooi voorbeeld van het buurtinitiatief en een gemeenschappelijke samenwerking, zou ik zeggen.